Je grijze afvalzak wordt thuis opgehaald en naar AVR gebracht. Met onze scheidingsinstallatie halen we er folies, plastic en drankkartonnen uit. Daar worden weer allerlei nieuwe producten van gemaakt. Dit werkt zo. Een lopende band brengt het afval naar de shredder. Die opent de afvalzakken en verspreidt het afval over de lopende band. Hier start het scheiden. De magneet haalt eerst metalen uit de afvalstroom. Die worden ergens anders gerecycled. Een zeef sorteert het afval vervolgens op grootte. Het afval stroomt verder naar de ballistische scheider. Zijn taak is om platte en niet platte voorwerpen van elkaar te scheiden. Windshifters zuigen de folies er daarna meteen tussenuit. De band loopt door naar infraroodscanners. Die werken net als scanners in een statiegeldmachine. Ze herkennen het type plastic op basis van kleuren. Met perslucht worden plastics en drankkartonnen dan gesorteerd van de band afgeschoten. Nu zijn de folies, plastic en drankkartonnen uit het afval gehaald en gescheiden. Die worden nu geperst tot grote balen. De balen worden gerecycled en komen uiteindelijk terug bij jou. Als bijvoorbeeld wc-papier, shampooflessen en tuinmeubels. Hiermee zijn we weer een stapje dichterbij het 100% waardevol maken van de grijze afvalzak. Meer informatie? Kijk op avr.nl.